de toestand van hoogkortijk zoals men, zoals die zich nu voordoet, lijkt op het eerste gezicht een chaos te zijn. Een niet te verstaan samenkleuren van allerlei verschillende functies, van allerlei verschillende vormen van bebouwing, van niet-bebouwing, van bossen. En ja, men ziet daar geen ordening in. Nu, hoe kan men uit die chaos een ordening puren? Of hoe kan men vanuit die chaos vertrekken om een bepaalde ordening te maken en dan opnieuw dus het leven en de chaos toe te laten? Dat vind ik dus wel heel belangrijk, dat je dus een soort systeem ontwerpt die een eerste ordening vormt en dan opnieuw de chaos en het leven toelaat. Nu, dat is aanwezig. Wat wij uiteindelijk in dat gebied gevonden hebben, dat zijn dat de verschillende gebieden zich als enclaves naast elkaar situeren. Een enclave is volgens de woordenboek een gebied die, een grondgebied die omsloten is door een ander grondgebied, dus door een vreemd grondgebied. In dit geval is het dus een grondgebied die omsloten is door een grondgebied met een andere functie, met een andere morfologie. En daarmee wordt er gewerkt. Dus wat, hoe doet zich dat nu voor? Het zijn enclaves van villa-wijken met naast zich een expo-hal bijvoorbeeld. En daarnaast heb je dan een bos, en daarnaast heb je dan kantoren. En daarnaast heb je dan een vormingsinstituut en zo verder dus. Dat zijn allemaal kleine deelgebieden, allemaal kleine eilanden, allemaal enclaves dus. En dat plan is op die manier opgebouwd, dus iedere keer dus zowel in functie als in morfologie een totaal andere zaak. Op die manier is het ook zo, doordat je dus niet de zaken heel strak ontwerpt, maar eerder zeg ik, dat zou kunnen een open plek zijn en dat is een gesloten volume, dat zou kunnen die functie zijn, met op die manier gebouwd, kun je er heel flexibel mee omspringen dus. Dat wil zeggen bijvoorbeeld, wat nu in ons plan een hoofdterrein is, zou evengoed een botanische tuin kunnen zijn dus. De belangrijkheid daarvan is de leegte. In een kantoorpark blijkt er plots een boerderij te zitten, heel zonderling. Dat is ook juist het boeiende van die plek dus. Als je dus een nieuwe ontwikkeling hebt, dan is er een monofunctionaliteit van kantoren. En dat wordt meestal saai en niet interessant. Nu, die wisseling dus van die zaken, van die functies, dat wordt interessant. Dat is eigenlijk het vertrekpunt van ons ontwerp, van ons voorstel stedenbouwkundig concept. Het voordeel van met dit systeem, met deze eilanden te werken die uiteindelijk al bestaan zijn, dat is dat het een aantrekkelijke planning toelaat naast de bestaande gebouwen. Dus het Kennedy Park kan op die manier ongewijzigd blijven. Er zijn, de bestaande situatie hoeft niet naar de hand gezet te worden. Het is eigenlijk het inspelen op een bestaande situatie. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Het programma ook van de uitbreiding van Hoogkortrijk liet ook toe en was ook voldoende groot om nieuwe enclaves toe te laten. Als echt vertrekpunt dus van het concept heb je dus eigenlijk twee polen, twee groeipolen waarom zich de nieuwe ontwikkeling van Hoogkortrijk zal vormen. Dus twee identificatiepunten. Ik denk dat dat heel belangrijk is, dus voor mensen die in dat gebied werken en wonen, dat ze zich kunnen identificeren met die plek. Die twee plekken die situeren zich enerzijds op het ei, in het ei, en anderzijds in een driehoek gevormd door de Beneluxlaan en een nieuwe aan te leggen weg aan de rand van de Heuvelrug. Het ei heeft eerder een publieke functie. Daar onder andere zitten dus kantoren van het WTC, zit er ook een congrescentrum in. Het is ook een grote parkeerplaats, maar het is ook de stadsmezzanine. Het is een stadsfoyer. Het is het beginpunt van de stad in feite. Daar kom je de stad binnen. En in combinatie met de hallen rond Kortrijk en het bos, die mooie combinatie dus, die uiteindelijk op het eerste gezicht niet echt bij elkaar hoort, maar door die enclaves dus, door ze met elkaar te mengen, vormen ze dus de poort van Kortrijk.
Nu, de tweede enclave, of de tweede groeipool, is de driehoek dus, gesitueerd aan de heuvelrug langs de Benelux-laan. Dat is eerder een gebied die bebouwd is met commerciële functies, die geen supermarkten, maar toch wel gemaakt zijn naar het gebruik van de auto toe, naar een groter gebied dan de straten die er rond liggen dus. Het is bebouwd met kantoren, het is een vermenging van functies. Het heeft kantoren, het heeft woningen. Aan de rand van de Heuvelrug heb je dan ook een immeuble villa. Dat zijn dus grote woonblokken die dus de verdere verspreiding van Hoog-Kortrijk over de Heuvelrug tegenhouden. Ik vind het heel belangrijk dus dat Hoog-Kortrijk zich niet laat uitvloeien. Dus. Verder dan de Heuvelrug, dat het eerder in oostelijke en westelijke richting verder uitvloeit en zich verder ontwikkelt, maar niet aan de kant, ongebreideld aan de kant van de Heuvelrug. Dat zou niet interessant zijn. En dus een van die zaken die dat kan tegenhouden, of die het kan zorgen dat het daar binnen blijft, is die driehoek en die immeuble villa, die als een soort merkteken in het landschap staan dus. Het voordeel ervan is dat die mensen die dus in die immeuble villa wonen, dat ze dus een zicht hebben zowel over de stad als over het landschap. Dus ze hebben beide. Het zijn doorkijkwoningen dus. Ze hebben ook een klein grondgebruik. Dat is ook interessant. Ze hebben een ruime terras, dus al wat interessant is voor een woning dus. Die zijn gelegen ook naast een mogelijk in te planten kleine hoofdterrein. Wat belangrijk is, is niet die functie van het hoofdterrein, maar is eerder de geplande leegte in een stedelijke uitbreiding. En die is heel belangrijk. Dus als je een stad plant of als je een uitbreiding plant, dat het niet enkel een gebouwen zijn die je dus plant, maar ook dat je de ruimte tussen de gebouwen ook even goed moet voorzien en plannen dus. Het gevaar van die flexibele manier van plan is dat het een soort ongecontroleerde manier van uitbreiden wordt. En dat hebben we proberen trachten tegen te gaan, of dat moet tegengaan worden in ieder geval, met het plan van functies met groot grondgebruik aan de kant van de Heuvelrug. Dus daar worden bijvoorbeeld, dat zou bijvoorbeeld als voorbeeld een drive-in cinema kunnen zijn. Dat zou bijvoorbeeld daar het beeldenpark kunnen gesitueerd worden. En deze doen dan, door hun groot grondgebruik, zijn ze dus, functioneren zij als een stop voor de verdere uitbreiding in die richting. De uitbreiding zal dan eerder verder gaan in de oost- en westas, langs in de periferie dus van de autosnelweg E17. Wat ook belangrijk is, als die twee identificatiepunten, dat ze dus voldoende krachtig moeten zijn om als vertrekpunt te dienen. Dus, en dat blijken ze dus wel te zijn in hun omvang. Dus als ze zo een gebied ontwikkelt en verder moet sturen en verdichten en zo, dan moet die eerste ingreep moet voldoende krachtig zijn opdat de rest zou volgen. Als ze dus met kleine zaken begint, dan is dat niet interessant. Je moet een voldoende krachtige ingrepen doen, zodat die andere rest volgt en ook dat het de rest structureert. Dus rond die groeipolen heb je dan, worden die verschillende enclaves ingeplant. Kortrijk is ook onzichtbaar van de autosnelweg. Als je dus van Helsinki naar Lissabon gaat, dan kom je aan Waregem. Daar zie je dus die lintbebouwing van verschillende monolithen van fabrieksgebouwen. En dan kom je in de omgeving van Kortrijk en dan kom je in een groene vallei terecht. En merk je helemaal niet dat je in de nabijheid van een stad terechtkomt of dat je daar dat daar de inkomst van Kortrijk is. Nu, we vonden dat het programma van deze uitbreiding voldoende aanleiding gaf tot het geven van een merkteken, van een kenteken dat het Kortrijk daar aanwezig was. En dat kon zich situeren op het ei. Aan de hand van die WTC.
En deze expo en congresruimtes. Op die manier, samen met het bos, met al die functies die daar rond gebeuren, wordt het ei de feitelijke poort van Kortrijk in Europa, tussen Hoog-Kortrijk en het oude gedeelte van Kortrijk.